Graag wil ik het in memoriam lezen van Ali Jansen van de Lagemaat. Ali is geboren op 22 mei 1939 in Woudenberg op Rummelaar op boerderij De Dooie Stok. Ze was de vierde in een gezin van 7, 2 meisjes en 5 jongens. Aan haar jeugd op de boerderij heeft ze altijd warme herinneringen gekoesterd. Na de lagere school ging ze thuis werken, op de boerderij en in het huishouden. Ze volgde een opleiding als coupeuse, werk waar ze van hield en waar ze in haar leven veel aan had. Haar hele leven heeft ze van alles gemaakt voor haar kinderen en kleinkinderen. Later ging ze buitenshuis werken, in verschillende gezinnen waar ze het huishouden deed en zorg droeg voor de kinderen. Rond 1960 kwam ze in het gezin Jansen in de Valk terecht. Mevrouw Jansen verbleef in een sanatorium. Ali deed het huishouden en zorgde voor de nog jonge kinderen. Daar ontmoette ze Jacob Jan, de liefde van haar leven. In 1962 trouwde ze en kregen 3 kinderen. Gina, Astrid en Helma. Samen runden ze de smederij, het constructiebedrijf en een benzinestation. Het huwelijk van Jacob Jan en Ali was turbulent en niet altijd makkelijk. Desondanks was ze een meester in het bedenken van leuke dingen voor haar kinderen. Uitjes naar het bos, het strand, taarten bakken, niets was haar te veel om het leven glans te geven. En daarmee gaf ze haar kinderen een oog voor ogenschijnlijk kleine dingen mee. In 1978 werd Jacob Jan ernstig ziek. Voor hem heeft ze jarenlang gezorgd tot hij overleed. Tijdens zijn ziekte werd ze zelf ziek. Een ziekte die in die tijd nog onbekend was, Lyme, waar ze de rest van haar leven mee te kampen had. Nooit heeft ze daarover geklaagd. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht was haar motto. Ze verkocht het bedrijf en verhuisde naar Kootwijkerbroek. Eerst in de pastorie van deze kerk en later naar de seniorenwoning op de Kosterijweg. Dat was haar stekje, met een fijne tuin en buren die naar elkaar omzien. Helma verhuisde van Kootwijkerbroek naar Duitsland. En vanaf die tijd woonde ze alleen. Ook in Duitsland heeft ze veel tijd doorgebracht en relaties opgebouwd. Ze kon zich prima vermaken met haar hobby's. Vaak was ze te vinden op de boerderij van haar zus en zwager. Een warm thuis voor haar. Met hen heeft ze veel vakanties aan zee gehad. De iPad en de scootmobiel hebben haar geholpen om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven en een blik op de wereld te houden. De kleinkinderen waren haar groot geluk. Aline in 1988, Mark in 1993 en Maurice in 1998. Ze heeft voor hen gezorgd en ze hebben samen veel plezier beleefd. Naast het geluk om haar kleinkinderen was ze veel verdriet om de geboorte en de dood van Hans en Gesine in 1990 en 1992. In 2019 werd haar achterkleinkind Nout geboren, zoon van Aline en Ronnie. Hij overleed 11 maanden oud. Een immens verdriet. Heel trots was ze op haar schoonzonen Paul, Rob en Henning, die elk een onvoorwaardelijke plek in haar hart hadden. De band met haar schoonfamilie was heel hecht. De maandelijkse schoonzussenmiddag een hoogtepunt. Daarbij onderhield ze jarenlang hechte vriendschappen door dik en dun. De afgelopen jaren waren zwaar en veel heeft ze alleen gedragen. Enkele weken geleden kreeg ze te horen dat ze ernstig ziek was. Op het moment dat ze dat hoorde, heeft ze een knop omgezet, alle sores overboord gegooid en zelf de regie in handen genomen. De kinderen mochten voor haar zorgen. Zij hebben dat met liefde gedaan. Ze voerde gesprekken met velen die haar lief waren en liet niets onbesproken. In het ziekenhuis ontmoette ze dominee Aki Hari, waarmee ze in korte tijd een hechte band kreeg. Haar geloofsleven was iets van haarzelf. En dat heeft ze in de laatste week nog intens mogen beleven. Helder van geest en alert. Die laatste waardevolle weken liet ze haar ware zelf zien. Betrokken, liefdevol, vergevingsgezind
mooi, grappig, betrouwbaar, krachtig, bescheiden, kleurrijk en met een open hart. Donderdag 17 februari is Ali vanuit deze kerk begraven in Lunteren. Mag ik u verzoeken om op te staan? Dan houden we een moment van stilte en daarna zingen wij lied 363 uit het nieuwe liedboek. Goedemorgen gemeente, fijn dat u er bent, hier in de kerk, dat jullie er zijn en ook als u thuis met ons verbonden bent. Laten we in stilte ons voorbereiden op deze dienst. Wij verwachten al onze hulp van God de Heer, die de hemel, de aarde en elk mens schiep. Hij blijft altijd trouw. Het werk van zijn hand laat hij nooit los. En daarom genade en vrede voor u en voor jou. Van God de Vader, door Jezus Christus, de levende Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 130, de versen 3 en 4.
In Johannes 15 leert Jezus ons de leefregel van de liefde. Want hij zegt daar: ik heb jullie als mijn leerlingen lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je houdt aan mijn geboden, zoals ook ik mij heb gehouden aan de geboden van mijn Vader en zoals ik in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, want dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Laten we bidden. Heer onze God, wij willen u danken. Wij willen u danken voor deze woorden uit Johannes 15. Waarin het gaat over heel bijzondere liefde. De liefde tussen de Vader en de Zoon. De Zoon en de Vader. De liefde die in u is. Drie enig God. Een liefde die zo sterk is dat het een eenheid wordt. Een liefde die alles aan kan. Tegen alles bestand is. Die altijd zal blijven bestaan. En we hebben uw Zoon horen zeggen dat ook wij in die liefde zullen leven. Dank u wel dat we dat ook kunnen doen door zijn werk. Hier op aarde. Doordat hij nu in de hemel is aan uw rechterhand. Doordat de Heilige Geest is uitgestort die ons die liefde van u in het hart legt. Dank u wel daarvoor. Zo'n grote liefde. Ook voor ons. Heer, we bidden om vergeving. Voor momenten van liefdeloosheid. Richting u of richting anderen. Die er ook in de afgelopen week zijn geweest. En we bidden, geef ons meer en meer. Meer en meer van uw aanwezigheid. Meer en meer van uw zorgzaamheid en trouw. En we willen vragen of u ook deze dienst daarvoor wilt gebruiken. Dat we meer mogen ontdekken hoe goed u voor ons bent. En hoe we daaruit kunnen en zullen leven. Wees ons zo nabij. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Er zijn vanmorgen al kinderen in de kerk, dat is heel mooi. Ik heb al snel even zitten tellen, maar het is toch ruim 10% vanmorgen wat kinderen in ons midden zijn. Dat is wel heel mooi om dat te zien. Fijn dat jullie er zijn. Er is zometeen ook kindernevendienst. En dat begint nadat we het volgende lied hebben gezongen. Dus we gaan zingen, en dan blijft het orgel even spelen. En dan mogen jullie naar de kindernevendienst gaan, samen met Angela. En we wensen jullie daar straks ook een goede tijd toe. Maar eerst gaan we zingen hier in uw heiligdom. Thank you.
In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Ephraim, woonde een man die Elkana heette. Hij was de zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Ephraim. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hanna, de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Hofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijks offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief. Ook al hield de Heer haar moeders schoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af: Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak eraan en vroeg: gaat het nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om gevraagd hebt. Ik dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg boog ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde zij een zoon. Bedankt voor het lezen. Het thema van de preek straks is: wat is gebed? En we gaan bij Hanna, of wie we hoorden, in de leer. Maar eerst zingen we nog de zogenaamde lofzang van Hanna. Dat is lied 152, de versen die op de beamer verschijnen. Thank you.
gemeente van Jezus Christus in de kerk en ook thuis. Hanna uit het Oude Testament was een bijzondere vrouw. Zij is een van de vele vrouwen die de Bijbel ons ten voorbeeld stelt. Hanna had een bewogen leven. Een van haar problemen is dat ze steeds maar niet in verwachting raakte. En je vraagt je af, waarom niet? De tekst zegt, we hebben het Jim net horen voorlezen, omdat God haar baarmoeder toesloot. Dan weet je wel wat, maar je krijgt ook meteen meer vragen. Was dat dan een straf van God voor Hanna? Nee, dat lijkt me niet. Want zoals ik al zei, Hanna wordt verteld aan ons, doorgegeven als een vrouw waar je je een voorbeeld aan kunt nemen. We lezen over haar intense gebedsleven. Het begint in 1 Samuel 1, waar we een stukje uit lazen. En het gaat verder uit 1 Samuel 2, waar we een stukje uit zongen. Hanna is dus een vrouw die verwachtingsvol steeds uitziet naar haar God. En ook op moeilijke momenten blijft zij bidden. Trouw en volhardend zoekt ze Gods aangezicht. Een voorbeeld dus. Niet alleen voor ons in onze tijd, maar ook in haar eigen dagen. Hanna onderscheidde zich namelijk van vele anderen. Ze leefde in de tijd van de rechters, de tijd dat er geen koningen waren in Israël. De tijd waar de Bijbel steeds over schrijft met hetzelfde refrein, met hetzelfde liedje. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Iedereen deed wat hij zin in had, zeg maar. En zo werd het een tijd dat er twee heiligdommen waren, twee tempels. Eentje in Jeruzalem, maar ook eentje in Silo. Iets wat God uitdrukkelijk niet had gewild. En het was een tijd dat de belangrijkste priester, Eli, geestelijk blind was. En zijn zonen, de priesterszonen, maakten er ook nogal een potje van. Maar Hanna, ja, Hanna was Hanna. Hanna was anders dan de anderen. Hanna was eigenlijk in haar dagen een soort vrouwelijke Noach. De enige rechtvaardige onder vele andere onrechtvaardigen. De enige die steeds keer op keer bleef bidden als het moet tegen de klippen op. Ergens anders in de Bijbel, 2 Kronieken 16... staat dat ergens in deze tijd de ogen van God de aarde afspeurden of er nog iemand was die rechtvaardig was. Zo viel Gods oog ook op Hanna. Nee, niet om haar te straffen. Integendeel. Omdat de Heer een vrouw als zij in haar tijd kon gebruiken. God wist dat er een nieuw leiderschap moest komen, zou je kunnen zeggen. En hij maakte een plan. En in dat plan past het op de een of andere manier dat Hanna niet direct in verwachting raakt. Dat zegt ons trouwens ook iets over gebed tot God. Als de Heer antwoord geeft op gebeden, zijn er 3 antwoorden mogelijk. Ja, nee en nog niet. En voor Hanna was het nog niet. Niet omdat God niet luisterde. Niet omdat haar gebed de Heer niet raakte. Omdat hij haar pijn niet kende. Maar om iets anders. Omdat Hanna eerst nog door een fase heen moest om meer en meer dwars door haar pijn heen tot op God gericht te raken. Het werd zoals C.S. Lewis ergens schrijft, lijden is de megafoon van God. Nou, lijden, dat heeft Hanna gedaan. Dat vertelt 1 Samuel 1. Hanna was gehuwd met Elkana. En Elkana had 2 vrouwen. Zijn andere vrouw heette Penina. En Penina had kinderen en Hanna dus niet. En alsof dat nog niet erg genoeg was, pestte Penina Hanna. Elk jaar trokken ze met z'n 3 naar de tempel in Silo.
En jaar in, jaar uit gebeurde daar eigenlijk hetzelfde. Penina begon Hanna te treiteren. En het ging van kwaad tot erger. Zo erg dat Hanna niet meer wilde eten. En Elkana, de echtgenoot, ziet dat wel. En hij probeert Hanna te troosten. Maar hij doet het niet zo heel handig. Ach, waarom huil je, Hanna? Ben ik niet meer voor jou dan 10 zonen? Dat overkomt mannen wel vaker, denk ik. Als ze vrouwen proberen te troosten. Dan komen ze aan met oplossingen. Met rationele analyses die misschien wel waar zijn, maar waar je eigenlijk niks aan hebt. Het helpt niet. En Elkana helpt Hanna ook niet, want ze blijft zater diep bedroefd. En wat ook niet mee heeft geholpen, denk ik dan, is dat Elkana zegt dat hij meer waard is dan 10 zonen. En bedoelt dat Hanna genoeg aan hem heeft. Terwijl Elkana zelf niet genoeg heeft aan 1 vrouw, maar 2 vrouwen heeft. Hoe bitter wil je het hebben? Arme Hanna. Gepest. Onbegrepen. En het wordt eigenlijk nog erger ook. Want na Penina en Elkana loopt Hanna Eli tegen het lijf. Ze vlucht weg, misschien om troost te zoeken. Gaat naar de tempel en ziet daar Eli, de priester die dienst doet. En Hanna bidt in de tempel. En Eli let eens wat op haar mond. En die mond beweegt wel, maar Eli hoort niks. En Eli denkt, nou, die is hartstikke dronken. Wat staat die nou te doen daar? En hij zegt dat ook. Nou, mevrouw, als u dronken bent, ga ergens anders Jeroes uitslapen. Moet je nagaan. Je hebt al niks. En je komt in het huis van God en je krijgt nog een trap na ook. Wat zou je dan doen? Het is Hanna ten voeten uit wat zij daarna doet. Want hoewel ze overstelpt is door verdriet en gepest wordt en onbegrepen is en eigenlijk op een haar naar het huis van God wordt uitgegooid, blijft ze doen wat ze altijd deed. Ze bidt. Ze bidt lang en intens. En juist in deze situatie loopt ze niet voorbij bij God, maar ze blijft bij hem. Omdat ze het idee heeft dat het goed is daar te zijn. Dicht bij haar God. En als Eli haar onterecht dronkenschap verwijt, vindt ze de kracht om hem tegen te spreken met een kwinkslag. Ach Eli, ik ben niet volgegoten met drank. Ik giet mijn hart uit voor de Heer. Wat is bidden? Is bidden een soort religieuze plicht waar je regelmatig werk van maakt? Een soort offer om God tevreden te stellen? Of is bidden je verlanglijstje bij God op tafel leggen en hopen dat God je tevreden stelt? Nou ja, misschien ook wel voor een deel, maar voor Hanna is het meer. Voor Hanna is het je hart uitgieten voor God. Je hart met alles wat erin is, heel je leven. Je pijn, je zorg, uitgieten. Het uit je laten vloeien zodat je ervan verlost wordt. Bidden is zo thuis zijn bij God dat je de ruimte vindt om God weer te zien. En volgens mij is dat ook de kern van Hanna's omgang met God. Niet alleen dat ze kwijtraakt wat haar pijn doet, maar meer nog dat ze vindt wat haar troost, heelt, bemoedigt. Dat ze vindt wie haar kan troosten. Haar Heer, haar God, die haar als geen ander kent en ziet en begrijpt en aanvoelt. De Heilige van Israël die gebroken mensenlevens in zijn hand neemt en ze heel maakt en ze weer toekomst geeft. Ja, wat is bidden? Een Anglicaanse
voorganger Stephen Cotterill gaf in 2018 een lezing met dat onderwerp. Staat op YouTube. Als je Engels kunt, kun je het eens luisteren. En hij heeft het ook over de vraag wat bidden is. En dan zegt hij in een mooie zin. Hij zegt, in het Nederlands dan omgezet. Bidden is de minnaar die in de nabijheid komt van zijn geliefde. En die zegt, ik hou van je. En die minnaar, een lover in het Engels. Waar het hier over gaat is niet Hanna. Het zijn niet jij en ik, maar het is God, de Heer. En de geliefde, beloved in het Engels, dat zijn jij en ik. Dus wat staat er dan? Er staat, bidden is dat God de Heer in de nabijheid komt van zijn kinderen en zegt, ik hou van je. En ik hoorde hem die lezing geven en ik vond dat een echte eye-opener. Dat Cotterill spreekt over bidden als iets dat God doet. Ik ervaar dat vaak anders. Ik weet niet hoe dat voor u is, maar bidden vind ik nog wel eens hard werken. Je probeert het vol te houden, je probeert je hoofd erbij te houden, je denkt aan de gebedspunten, maar toch. En Cotterill draait het om. Die zegt, bidden gaat van God uit. Bidden is God de Heer die in de nabijheid komt van zijn kinderen om tegen hen te zeggen, ik hou van je. Bidden gaat van God uit, want God schept de ruimte om vrij benaderd te worden. Maakt zichzelf aanspreekbaar. Laat zich vinden voor wie hem zoekt. Het is een kwestie van de liefde. En bidden is dus niet alleen een kwestie van hard werken of plichten vervullen. Gebed is een uitnodiging, een open ruimte om te komen. Je te laten vinden door de Heer. Met alles dat in je is. De zegeningen en de zorgen. Te weten dat Hij luistert. Te horen uitgesproken te worden over je leven. Ondanks alles en toch. Ik houd van je. De kerkelijke kalender zegt dat het de tijd is van epifanie. Epifanie betekent verschijning. Het gaat natuurlijk over Jezus die op aarde verschijnt en die vertelt over het koninkrijk en de liefde van God brengt bij de mensen. En die in zijn lijden en sterven laat zien hoe sterk die liefde is. Sterker dan de dood. En hij is het die in die gebedsbeweging van God uit naar ons toekomt. En die brug slaat, die ervoor zorgt dat je inderdaad in die ruimte van het gebed kunt binnengaan. Die alle obstakels wegruimt en in hem worden die woorden steeds weer waarheid. Je bent geliefd. Bidden is toelaten dat God tot ons komt in de muziek, in stilte, in de Bijbel. In een gesprek. Bidden is verwachten dat God zal horen wat je zegt. En verwachten dat je gezien bent en gekend en geliefd. En als het dan zo is, ik zal toch niet de enige zijn. Als het dan zo is dat bidden voelt als het zoveelste puntje op je actielijstje van die dag. Het zoveelste puntje op het to-do-lijstje. Een moetje. Dan moet je daar nog eens aan denken. Hoeveel liefde er is. Waar je uit kan putten. Als je nou een miljoen in de kelderkast hebt liggen. Een grote schat. Dan vergeet je dat toch niet. Zoiets waardevols. Zoiets moois. Als je als christen nou zomaar tot God kunt gaan. In die schatkamer van de liefde. Dan vergeet je dat toch niet. Dan is dat toch geen moeten. Maar een mogen. Jezus liet ons bidden met de woorden onze Vader. Onze Vader, daar spreekt vertrouwen uit. De verwachting die een goede ouder wekt op een onzeker en angstig kind. En zo gaat Hanna bidden tot God. Als tegenwicht tegen getreiter
en onbeholpen troost en verdriet dat haar is aangedaan. Die plek van gebed is voor haar een veilige plek, omdat de liefde daar wacht. Omdat bidden niet doen is, maar zijn. En wat er nou komt voor een antwoord, ja, nee, nog niet. En zelfs als het nee is en blijft, wat je vindt, is de liefde van God. Voor Hanna was het nog niet. En uiteindelijk werd het een ja. U kent het verhaal, denk ik. Ze werd zwanger. En haar zoon heette Samuel. En het was echt niet omdat ze zoveel beter was dan anderen. Of omdat ze zo prachtig kon bidden. Of omdat ze precies de goede woorden had gebruikt. Of omdat ze zo vroom was en vlijtig. Nee, het was een kwestie van de liefde. De liefde van de minnaar, van God. Die omziet naar zijn mensen. En die in dat kind Samuel ook omziet naar zijn volk. Want Samuel wordt een profeet en een leider. Precies wat het volk nodig had. En juist Hanna, die zo kwetsbaar was, beschadigd. Juist zij past in het plan van God. In het bidden tellen niet de grote mensen of de grote dingen of de grote daden. In het bidden gebruikt God het kleine om grote dingen te doen. Hanna, u, ik. En daarom bidden wij in de naam van Jezus steeds weer dat Gods wil zal geschieden en dat wij zijn liefde steeds meer mogen kennen. Amen. We zingen als lied van dank en toewijding: Mijn Vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent.
Laten we bidden en danken. Onze Vader, dank u wel. Dank u wel dat u begonnen bent met tot ons te spreken. Dat uw woord voorop gaat. Want wat zouden we tegen u moeten en kunnen zeggen als u niet eerst tot ons had gesproken? Dank u wel voor de Bijbel. Die liefdesbrief van u aan ons gericht. Dank u wel voor Jezus Christus, uw Zoon. Die naar ons toe is gekomen. Die laat zien dat het initiatief van het contact tussen u en ons van u uitgaat. Dank u wel voor die toenadering. Die beweging naar ons toe. Want Heer, er is zoveel in ons leven dat ons kan bezighouden. Waarvoor we ons zo vaak biddend hebben afgevraagd hoe het verder gaat. We leggen dat bij u neer. Omdat we weten dat in het gebed we bij u mogen komen. Met alles dat ons bezighoudt. Met heel ons hart. Daarin zijn we als Hanna. En leggen we voor u neer wat ons bezighoudt. Heer, geef ons dat we kunnen blijven bidden. Als het moet tegen de klippen op. En dat we het kunnen. Omdat we de rijkdom van het gebed zien. En in elk geval weten dat als we bidden, u zich met ons verbindt. En wij met u. Wij bidden voor hen onder ons, hier in de kerk of thuis meebelevend deze dienst. Die al heel lang bidden. Misschien wel precies datzelfde gebed als Hanna. Wat kan dat zeer doen? Geef troost zoals alleen u dat kunt. We bidden voor hen die bidden om hun gezondheid, naar lichaam of geest. Die zorgen hebben daarom. Misschien al heel lange tijd. Wees bij hen en geef hoop en moed in u. We bidden voor de senioren uit de gemeente. In deze moeilijke tijd van corona. En ook als er versoepelingen komen, blijft het voor hen best spannend. Wees met hen en schenk wat nodig is. We bidden voor de rouwdragende familie, wiens naam genoemd is aan het begin van deze dienst. Wees bij hen in deze moeilijke tijd. We bidden voor gezinnen die uit een hectische periode komen met coronamaatregelen. En nu er weer van alles kan en mag, is het eigenlijk nog even goed hectisch, maar op een andere manier. Wees ook hen nabij en schenk wat nodig is. We bidden voor uw gemeente, hier in Kootwijkerbroek en in Voorthuizen en op vele plekken meer. Soms voelen we ons klein als Hanna, maar u kunt met kleine dingen grote dingen doen. En dat is ons gebed. Ik heb dank, Heere God, dat we hier vanmorgen weer samen konden komen. We weten uit de afgelopen tijd dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat was het nooit, maar nu weten we het weer. En ervaren we dat ook. Heb ook dank voor de middelen van de techniek, dat mensen thuis kunnen meekijken. Heer, wij bidden voor deze zondag. Ga met ons mee op al onze wegen en geef ons wat we nodig hebben. En boven alles, boven alles uit, schenk ons uw liefde. Dat het de rots zou zijn onder onze voeten. De stok in onze handen. De wind in onze rug. Uw liefde. Die we hebben gezien in Jezus Christus, onze Heer. En in zijn naam bidden wij. Amen.
Zometeen komen onder het orgelspel de kinderen weer terug. Ik ben niet zo'n rekenwonder, maar ik zag ook nog dat er 5 kinderen in de kerk waren in plaats van 4. Dus dat is ruim 10%, misschien wel 15. Ga ik thuis nog eens even op rekenen. Maar toch mooi dat dat zo is. Je moet denk ik dingen ook positief blijven bekijken. De kinderen komen terug. Ik herinner u ook aan de collecte die vandaag, hoewel we wel aan het versoepelen zijn, maar nog steeds op de ouderwetse manier gaat, heb ik begrepen. Dat is bij de uitgang. En via de Gift-app en via de bankrekeningnummers van de kerk. De eerste collecte voor de kerk en de tweede voor stichting Taldea is de diaconale collecte. Als de kinderen terug zijn, dan zingen we staande ons slotlied. U Vader, U zijn lof. Dat is lied 412.
Ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van onze God. De genade van de levende Heer Jezus Christus. En de liefde van God die als een vader voor je wil zijn. En de troost en de kracht en de moed van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en met jou.